tips voor een goede start in België. De toegang tot de Belgische markt is laagdrempelig. Toch zijn de zakelijke verschillen tussen Nederland en België soms groter dan je denkt. Niet alleen op cultureel vlak. Houd hier dan ook rekening mee bij je eerste stappen op de Belgische markt. Doe onderzoek naar het aankoopproces van je Belgische klant. Welke producten kopen Belgen bij voorkeur online? En voor welke aankopen gaan ze liever naar de fysieke winkels? Door je te verdiepen in de Belgische markt kun je beter inspelen op de vraag van de Belgische consument. Om je plannen te realiseren kunnen de juiste contacten in België heel nuttig zijn. De ambassade en het consulaat-generaal kunnen je in contact brengen met geschikte lokale partners. Die kunnen een ingang bieden tot lokale netwerken, maar ook tot connecties die je eigenlijk zelfstandig moeilijk kunt identificeren en benaderen. Nederland en België liggen vlak bij elkaar, maar verschillen in omgangsvormen. Zo is Nederland typisch een contractland, terwijl België een echt contactland is. In België zijn relaties belangrijk en is het opbouwen van een vertrouwensband essentieel. Wil je niet voor verrassingen komen te staan op het gebied van regelgeving in België? Zorg dan dat je enigszins thuis bent in de drie bestuurlijke niveaus. De federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen. Dit maakt ondernemen in België best complex. Laat je daarom goed informeren. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de verschillen tussen de Belgische regio's. Vooral in Wallonië speelt een persoonlijke band in het zaken doen een nog belangrijkere rol dan in Vlaanderen. Bovendien wordt er Frans gesproken. Ook hier geldt, verdiep je eerst in de lokale cultuur en voorkom verrassingen. Onderhandelingen voeren is uiteraard een belangrijk onderdeel bij het zaken doen. In België verloopt dit proces over het algemeen op een meer formele manier dan in Nederland. Belgen zijn vaak bescheiden en gereserveerd. Houd hier rekening mee en pas je gedrag hierop aan. Verwacht niet dat Belgen aan het einde van een gesprek direct knopen doorhakken. Heb dus geduld. Als je de keuze hebt bij het aannemen van personeel, ga dan na of het echt nodig is om Nederlanders op bepaalde functies te plaatsen. Potentiële lokale zakenpartners voelen zich vaak meer vertrouwd met lokale medewerkers. Zij kennen de markt van nature beter en spreken de taal meestal vloeiend. Dit biedt grote voordelen voor je onderneming. Zoals gezegd verschilt de Belgische markt en de Belgische manier van zaken doen van de Nederlandse. Om de Belgische markt goed te betreden, moet je dan ook rekening houden met deze verschillen. Zelf alles goed uitzoeken kost tijd. Daarnaast weet je niet altijd zeker of je het bij het rechte eind hebt. Deskundig advies inwinnen bij lokale professionals kan je een hoop zorgen uit handen nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om marktonderzoek, wet- en regelgeving, verzekeringen, belastingen of financieringen. Meer weten over zaken doen met België? Wij denken graag met je mee.